Nou, gaan we door. Het voorgerecht. Tonijn. Tonijn hebben we rondom eventjes licht gebakken. Daarna door de sesam gerold. Dit zijn vier plakjes, dus het is afgewogen per persoon. Dus het kan zijn dat u misschien een plakje meer of minder heeft. Dat heeft natuurlijk een beetje te maken met hoe groot het stukje tonijn was. Hoe wij die een beetje konden portioneren. We geven altijd dezelfde hoeveelheid aan gewicht. Nou, deze leggen we op het bord. Ik vind dat wel mooi als het tonijn zelf niet onder de sesampitjes zitten. Zodat je echt mooi dat kleurverschil krijgt. We hebben er een klein beetje grof zout bij gedaan. Ik kan er een klein beetje overheen doen. Dit doen wij niet van tevoren. Dat komt omdat dat het vocht onttrekt uit de vis. En dan wordt hij wat droger van. En we vinden het ook wel lekker om dat kleine korreltje zo meteen als knispering in de mond te hebben. Nou, pakken we het spuitzakje met crème van Seré. Snijden we het puntje eraf. Het puntje doen we meteen weg. Dan kan die niet meer in het eten terechtkomen. Dan zetten we 5 stippen. Met crème. Pakken we de rolletjes van komkommer. En we kunnen hem nog een klein beetje openmaken, het rolletje. En dan zo neerzetten. Dat het een rolletje is waar zo'n laatste klein beetje van het slierte nog uitkomt. Ook komkommerbolletjes, zoetzuur. Zijn er 3 per persoon. Hebben we gember. Batonets hebben we ook ingelegd op zoetzuur. Die leggen we er ook tussen. Daikon kres. Dus een kres met een klein scherp randje, een beetje de rettige kant op. Deze heb je in het groen en in het paars, dus ja, daar spelen we een beetje mee. De ene zal het groene erin hebben, de andere zal het paarsje erin hebben. Krokant van rijst. En een vinaigrette. Vinaigrette is van ponzu. En olie van gember en bosui. Die schudden we eventjes goed door. En dan met een lepel. En ik zou het dan niet over het rijstkrokant heen doen. Want dan wordt hij weer helemaal zacht. Een beetje eromheen. En dan is dit het voorgerecht. Voor we het voorgerecht gaan eten, kan ik u adviseren om vast wat op te zetten voor de volgende gang. Als u het 4-gangenmenu heeft, is dat soep. Kunnen we die vast even opensnijden. In een pannetje doen. En dan kan die vast op het vuur. Hoeven we zo meteen minder lang in de keuken te staan. Als u het 3-gangenmenu heeft, dan pakken we vast het hoofdgerechtdoosje erbij. En de pan met kokend water. Dan doen wij het spuitzakje met crème. Buikspek.
En een drieluikje met groenten. In de pan met water. Daar zetten wij het vuur van uit. Zo kunnen de producten vast lekker warm worden en koken de zakken niet kapot. Nou, als je die voorbereidingen heeft gedaan, dan kunnen we lekker gaan genieten van het voorgerecht. Geniet ervan!